naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag heb ik de eer dat Maarten Nikki naar school brengt. Waardoor ik iets rustiger aan kan doen. Ik ga dadelijk met Lea de boodschapjes doen voor de week. En de baby mee. Met de baby ook mee? Ja. En Nick, wat ga jij doen? Naar school. Dag, papa Nikki. Lea kijkt even YouTube. Normaal gesproken als Nick er is, kan ze dit soort dingen niet echt kijken. Het zijn echt van die meisjesdingen. En ik merkte dit weekend dat de kids richting een andere kledingmaat gaan. En ik heb op zolder nog twee dozen staan. Tweedehands kleertjes, onder andere van ons nichtje. Dus ik ga even nog eens erin duiken om te kijken of daar dingen bij zitten die nu al passen. En dan weet ik wat voor dingetjes ik moet aanvullen in de winkel of... haal hem online of wat dan ook. Er zijn inderdaad wat spulletjes die 9804 zijn. Dus die ze bijna aan kan. Ja, dat mag, schat. Die heb ik toen op Corsica gekocht voor mijn nichtje. Nou, wat ik nog zou kunnen gebruiken is een vestje. Om die t-shirtjes ook te kunnen combineren. En eventueel nog een broek. Dit gooi ik dus in de was. En hier even een fles zitten lekker. En dit zijn spullen die Nick misschien al kunnen passen. Die zijn helaas nog wat te groot, maar ik weet nog dat ik die zo leuk vond toen mijn nichtje ze aan had. Dit is voor de zomer. Die gaat mij nog helpen, hè? Alles in de tas. Dat wassen we dan wel een ander keertje. Laten we dat maar even liggen. Klaar! Dankjewel! Even een fruitje en dan gaan we naar de Lidl. We zijn weer terug van de Lidl en ik heb een rode neus. Lentetijd is hooikortstijd. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik er vanaf was dit jaar. Nou, dat kan gewoon na een bepaalde tijd kan het gewoon in één keer weg zijn. Nou ja, blijkbaar nog niet. Ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Dat zijn de snoepjes of snacks voor de kids. Dit is voor als er bezoek komt. Hier houden Maarten en ik van om te snacken. Olijfjes vind ik lekker voor tussendoor of voorbij het eten. Tonijn gebruik ik voor de pizza als we die zelf beleggen. Deze combi is voor als mama... als ik dus 's avonds moet werken en papa even snelle hap moet maken. Voor mijn ontbijt. Voor in de yoghurt 's avonds bij het toetje. De fruitafdeling. Daar is het drinken. De groenten. Hier voor dadelijk bij de lunch. Voor Lea en mama. Hè? Een broodje. Brood. Deze wedges, zeg maar. Gewone aardappeltjes. Die vond ik in de diepvries. Roast potatoes. Ik heb geen idee. Ze zijn voor in de oven. Dus we gaan het eens uitproberen. De kaasafdeling. De kinderen zijn gek op brie. De geraspte kaas voor op pizza en een sauzen. Kaasblokjes voor in de middag als ze van school komen in plaats van snoep. Appelmoes zonder suiker. Als je dit wilt hebben, moet je echt op dat lichtblauwe hier letten. Want er staan dus ook dus met suiker. Pizza Hawaii, ook weer voor als mama 's avonds moet werken. Vloeibare boter, jonge kaas. Yoghurt van na het eten als toetje. Eieren. Kipfilet. En ook voor een snelle hap tussendoor wat knakworstjes. Zalm, biologische runder gehakt en vegan, ja, burgers. Dit is met mais en dit is met groene bonen gemaakt. Dat was hem. Ik heb gewoon €77 betaald bij de Lidl. Lea, waar kan ik het zetten? Waar wil je de druifjes eten? Ik wil dans met Nijntje. Ik heb hier zo'n handig lijstje waarop staat welke groente en fruit wel of niet in de koelkast moet. Wat ik bij veel mensen zie is dat ze bijvoorbeeld tomaten in de koelkast hebben. Dat is niet de bedoeling. Dus alles wat hier ligt is eigenlijk niet goed om in de koelkast te leggen. Mango, appeltjes, paprika, avocado, komkommer, bananen, tomaat en champignonnetjes. Waarbij dus bananen nog ook niet gecombineerd mogen worden in een mand met ander fruit. Want dat beïnvloedt elkaar dan negatief. En groente dat juist wel in de koelkast moet is broccoli, prei, sla en dit is een koolraap. Druifjes en peren. En dan weet ik bijvoorbeeld dat kiwi ook in de koelkast. Heel even naar brunchen, want ik moet een agenda hebben en drie schriftjes. Bij de HEMA hadden ze helaas geen agendas meer. Ik heb wel notitieboekjes. Ik had er drie nodig. Dat is een setje van drie voor €3. En wij gaan nou even lunchen. Nou, het is bijna 12:30. Lea ligt op bed. Ik zet even een kopje thee voor mezelf en dan ga ik wat werken. Hier is mijn lekkere plekje. Het water. En ik heb hier mijn roostertje opgehangen. Hier is mijn to-do-lijstje. Dus we gaan beginnen. Nikki is weer thuis. En de schatjes patatjes zijn een kunstwerk van de Lidl aan het maken. Heb je lekker buiten gespeeld vandaag?
Ik zie het aan je neus. Zie je dat op je neus? Twee keer. Twee keer zelfs? Ja. Heerlijk. Nikki heeft ons gered. Ik zei net tegen Nikki en Lea van, zullen we binnen of buiten spelen? En Nikki was even aan het twijfelen, want net scheen de zon. Toen zei, nee, lekker binnen spelen. En ik ben blij ook. Zo jongens, het is woensdagochtend. Het is dinsdagochtend. Het is dinsdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend. Ik kom net binnen. Dinsdagochtend staat sinds kort sporten op het programma. Maar toen ik op school kwam, bleek dat de gymhulp van vandaag ziek was. Dus ik heb even geholpen. Allemaal kindjes. En tijdens het gym een beetje op weg helpen. Kleertjes aan, kleertjes uit. Daarna naar school toe lopen vanuit de gymzaal. Daarna weer terug naar de gymzaal. Om daar mijn auto op te halen. En dat heb ik dan even al rennend gedaan. Dus ja jongens, mijn sport. Die heb ik wel gehad. Dinsdagavond. Ik ga eten maken. Ik heb hier wat spulletjes klaargelegd. Aan tafel. Thuis. Old school. Biertje erbij. Komt dat door jouw rap dat die geshaked is of zo? Shaken. Mag ik? Ja, eet smakelijk. Wel een beetje blazen nog. Goed? Nee. Het is woensdagochtend. Nikki is naar school en ik ga met Lea even naar de Albert Heijn. En naar de Action voor wat presentjes. Ik voel een beloningssysteem opkomen. Want mijn vrouw is bezig met de wc. Dus ik denk dat we zindelijkheidstraining gaan starten. En bij Nick hebben we ook een beloningssysteem weer eventjes er tegenaan gegooid voor het uitslapen. Want hij was iedere keer zo vroeg wakker. En ja, dan ging je 's ochtends om 5:30 discussiëren met hem. En ja, het helpt gewoon toch om dan te zeggen van, hey, je krijgt een sticker als het je lukt te wachten tot Sam wakker is. Dat is die slaaptrainer. Dus ja, we gaan maar even langs de Action daarvoor. De Action en de blokken zitten erop. Bij de blokken heb ik wat Hot Wheels gehaald van Nick. En bij de Action wat creatieve cadeaus. Even een appeltje voor de dorst. En dan gaan we nog even naar de Albert Heijn. Ik heb echt ontzettend hoofdpijn en rugpijn. Ik zit een beetje vast. Mocht iemand een massage willen sponsoren of zo, dan hoor ik het graag. Lieve comment. Ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Die zijn van de Blokker. Dit is van de Action. Deze zijn ook van de Action. Kleurboeken. En deze ook. Ik laat nog even zien wat we bij de Albert Heijn hebben gekocht. Ik heb daar €23 betaald voor niet zoveel spullen eigenlijk, vind ik. Mama, mag ik nog een eentje? Eentje, oké. Nou, dan beginnen we hier. Dit zijn veel vlindertjes, maar vegetarische. Biologisch vlees, runderhamburgers, kip, schnitzeltjes en rundervinken. Biologische margarine, 100% pindakaas, broodjes die we dadelijk bij de vis bij opa Hans gaan eten. Zaans voor korenbrood zonder dextrose. Krentenbolletjes, dat vindt Maarten lekker voor naar het werk. Amandelmelk voor de pap te maken 's ochtends. Yoghurt voor de kids en voor Maarten. En sojayoghurt voor mij. Jij heeft kinderen voor kinderen voor zich ontdekt. Het is helemaal het einde. Dankjewel. Alsjeblieft, lieverd. Opa Hans belde dat de visboer of de viskraam niet gearriveerd was bij hem. Dus ga ik even hier een Brunsum en visje halen. Lief zijn, tot zo, kids. Doei. De zon schijnt eindelijk een beetje. Het is nog wel fris hoor. Maar de kids gaan even lekker buiten spelen. Nick is op de trampoline. En Lea wil lekker schommelen. Even droog maken. Ik ga hoog. Ik ben bij Davro aan het werk. En Maarten is met de kindjes. Even lekker gezellig gekletst. En nu denk ik dat ik gewoon hier lekker op de bank ga zitten werken. Omdat het kan. Trouwens net weer een leuke vlog gezien van Wild & Boho. Zo grappig. En zo herkenbaar. Check it out. Ik moet die dingen eruit halen, maar ik weet niet zo goed hoe dat moet. Even kijken. Huh? Wat is dat? Heb jij dat niet gegeven aan Ar? Nee?
Oh, dan is mijn zusje geweest. Oh, je gaat blaadjes maken. Oh, kijk eens. Oh. Tadaa. Oh, wauw. Is dat jouw ding, schat? Ja, Boomba. Is dat het helemaal? Ja, nee, oké. Okay. Dat kan. Ik ben lekker aan het werken bij Devro in de studio boven. En ik moest vandaag weer even terugdenken aan die heerlijke zon van vandaag. En de lente komt eraan. Ik heb gisteravond nog met Maarten zitten sparren. En het lijkt ons ontzettend leuk om als gezin weer meer in de caravan te vertoeven. Vooral ja, nu die zon weer gaat schijnen. Dus ik heb een vraag aan jullie. Ben of ken jij iemand die een leuk plekje heeft voor ons waar we met onze caravan kunnen staan? Zij het een nachtje, zij het een weekend of een week, misschien zelfs een seizoen. En dan niet te duur. Ja, mocht jij zo iemand zijn of kennen, dan laat het me alsjeblieft weten in de comments. Of mocht jij misschien een leuk plekje weten van hey, daar hebben wij eens gestaan of wat dan ook. Dan zou ik dat heel tof vinden als je dat met mij zou willen delen. Het is donderdagochtend. Als je een ontbijtzaak begint, ja? Hoe laat ga je dan open? Niet pas om 10 uur in ieder geval. Nou ja. Bianca en ik wilden even daar gezellig gaan ontbijten. Even zonder kids, even chill. Maar alles pas om 10 uur open. Ja, hallo. Dus ja, we zijn nu lekker naar de Jan Linders gegaan. Hebben van alles gekocht en we gaan lekker thuis eten. Mijn zusje is weer weg. Lea is lekker aan het slapen. Die heb ik inmiddels van de peuterspeelzaal gehaald. Ik zat even achter mijn laptop wat dingetjes te doen. Voor te bereiden voor morgen, want morgen ga ik iets heel spannends doen. Dat zien jullie als het goed is in de volgende weekendvlog. Ik had in een shake of zo. Dus ik heb amandelmelk, een beetje rijstmelk, 2 bananen, havermout en een dadel gemixt. En daar had ik echt zin in en dat is echt super lekker. En nu ga ik weer even door. Ik ga Lea nu in bed halen en dan gaan we Nick ophalen op school. Nick heeft voor het eerst een speelafspraak, zeg maar. Hij vond het nog wat spannend, dus vandaar dat ik de eerste keer even meega. Ja, je is zo lief. Kijk eens. We zijn weer thuis van de speelafspraak, was gezellig. Ik heb mezelf hier weer eens geïnstalleerd. Kijk, dit is zo mijn werkplekje. Hier, dat moet ik dan uitzoomen. Hierachter is dan zeg maar rotzooi. En hier. Maar ja, kan niet overal feest zijn. En Maarten is beneden met de kids. Die gaat nou pannenkoekjes maken. Dus als het goed is, heb ik dadelijk nog lekkere pannenkoekjes. Zoekeroekie, mama. Wat gaan we dat doen? Lea roept me. Ik mag komen eten. En ik ruik al lekkere pannenkoekjes. Oeh, gezellig. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Het is mij gelukt. Wauw, Maarten.